Ik ben Françoise Chambard, CEO en medeoprichter van technologiebedrijf Melexis. En ik ben de eerste stemondernemer voor de klas 2019. Stem ondernemers van de klas is het antwoord van Vlaai op de nieuwe eindterm STEM, waar dus verwacht wordt dat leerkrachten, wetenschappen, ondernemers uit de industrie uitnodigen om met veel passie over STEM te komen praten. Mijn les gaat over toepassingen van microchips in robotica, in de auto en in gezondheid. We hebben namelijk een mini-onderneming en het is wel altijd eens leuk om naar een grote en belangrijke ondernemer te luisteren. Ik vond het zeer interessant, vooral op de manier hoe dat ze alles kan verwoorden en hoe dat ze ons probeert te overtuigen om zelf ondernemer te worden en ook zeker naar de meisjes toe. Meisjes gaan voor een opleiding als ze weten dat ze er voor mens en milieu iets mee kunnen aanvangen. Wij gaan specifiek naar een aanpak om meer meisjes te prikkelen voor de stemopleidingen. En we doen dat door vrouwelijke rolmodellen in te zetten. Je hebt als technologiebedrijf diverse perspectieven nodig. Dus het is het best dat je zoveel mogelijk diversiteit hebt in je teams. Diversiteit zorgt voor innovatie. En vandaag hebben we gewoon veel te weinig vrouwelijke ingenieurs, vrouwelijke technici, terwijl die zo belangrijk zijn. Ik vond het vooral heel inspirerend, omdat ik volgend jaar ook mijn studiekeuze moet maken. Dus dan vond ik het wel interessant, het stempakket en wat het betekent voor de maatschappij. Leerkrachten die hebben het van horen zeggen en ondernemers die kunnen zo echt hun passie overbrengen op u, leerkrachten ook, maar dat is toch een beetje anders. We vinden stemondernemers voor de klas een zeer belangrijk project, omdat in de toekomst meer en meer zal moeten samengewerkt worden en de kennis van de verschillende domeinen ook moet kunnen samenkomen en dat kan prima via zo'n stempakket. Project. Ik vind het schitterend wat Vlaio doet, omdat ze ondernemers naar de klas brengen. En als je dan een ondernemer in de klas krijgt die vertelt over zijn of haar ervaringen, liefst ook positieve ervaringen, dan kan dat jongeren ook stimuleren om dat ondernemerschap in het hart te dragen. Ik heb er altijd over nagedacht om in de technologiewereld te gaan, dus ja, het is misschien een extra duw in de rug. We hebben heel veel mensen uit de industrie die willen komen spreken en we zoeken daar klassen voor. En we vragen eigenlijk aan alle leerkrachten, registreer zo snel mogelijk, zodanig dat wij goede sprekers op tijd in uw klas kunnen brengen. Ja!